Ja, ja, we gaan het gewoon bij proberen te houden. En dan komen de hele tijd natuurlijk mensen binnen en lopen we naar buiten. En ik zie dat gewoon de stream daar bij jou hangt. Beetje half bakken, maar ja, fuck it. Maakt niet uit, het komt er allemaal goed. Maar die telefoon gaat makkelijker. Wat zeg? Zie je, mijn telefoon gaat makkelijker. Ja, maar je gaat nu niet alle twee dingen doen, toch? Nee, wacht. Oké. Okay. Nee, wel, niet, half. Oh ja. Oké. Okay. Ja? Heb je iets naar jezelf getypt? Nee. Wie was dat dan, wie er niet dit keer was? Ik weet niet. Oh, die ken ik. Dat is Maarten. Oh. Hey, Maarten? Marvin. Marvin, hey Marvin. Leuk dat je kijkt en luistert. Ik ga nog een keer even proberen een halve intro te doen. Misschien dat ik dan hier ga gewoon knippen voor de podcastversie. Maar we zitten in de Dunkin' Donuts in Amsterdam met Clayton. En achter ons, als je in de YouTube-versie of Facebook-versie kijkt, zie je een mooi steegje waar iedereen voorbij loopt. En misschien komt er daar nog wat regen voorbij. En voor ons zien we mensen hard aan het werk donuts te serveren en koffie te schenken. En we hebben... En consumeren, zeker ook wel. Zeker ook voor ons, ja. Ik heb lekker iced tea. Ja, een cappuccino. Ja, hey. En gewoon, wordt niet gesponsord, hè. Moet gewoon zelf betalen. Shit, man. Volgende keer wel beter regelen hier. Maar ja, we komen hier wel doorheen. Want Clayton, de meeste mensen kennen hem wel. En de mensen die hem nog niet kennen, gaan hem nu leren kennen. Oh? Ja, toch. Jawel, de meeste mensen kennen Clayton. Van gezicht wel. Van gezicht, ja. Van altijd dat vrolijke gezicht als profielfoto. Of dat donkerspatje op foto's. Nee, dat ben ik meestal. Want we dragen alle twee mooie zwarte kleding natuurlijk. Dat moet ik wel. We zijn alle twee wel into... Wat fuck heb jij er überhaupt op staan? Silence. Nee, we doen niet aan silence. Want daar komt de nieuwe plaat van Mayen uit. Volgende maand. Ben je dan nog in Nederland? Als die plaat uitkomt. Nee, ik vertrek over 2 weken. Nou, dat is fucked up. Ja. Komt die plaat uit bij je dan weer niet? Nou, ja. Geen Epica deze zomer, geen Mayen deze zomer. Nee, heb je überhaupt een concert meegepakt? Geen enkel concert dit jaar. Dat is niet waar, want je hebt eergisteren Mel C gezien. Nou, concert is aanhalingstekens. Een optreden. Maar optreden, dat is goed. Ja. Maar hoe was dat? Fijn. Ik was eigenlijk helemaal niet fijner. Het waren maar 4 nummers, omdat het gratis was. Maar het was wel leuk. Meer konden ze niet betalen bij de Stad Amsterdam? Nee. Maar dat is echt gezellig. Was het hier op de Dam of waar was het? Ja, op de Dam. Afsluiting van het Pride Festival of Pride Amsterdam. Ja. En was een concert. Een optreden, laat me het correct woord gebruiken. Ja, een optreden. Ja, 4 nummers. Ja, het is afhankelijk van hoe je wilt zien. Je antivirus expired trouwens. Ik ga gewoon mijn laptop uitdoen, hè. Dat irriteert me. Als ik nodig heb, gebruik ik mijn telefoon. Ja, nou ja, als iemand een vraag stelt, het komt dus op de telefoon binnen. Ook allemaal prima. Ja. Het kan allemaal. Ik denk, ja, nu je toch in Nederland bent, dan moeten we even gewoon een podcast opnemen. Ja, je hebt me sinds... Wanneer? Sinds ik wist dat ik kwam, heb je me eigenlijk gemeld. Ja, man, sowieso. Maar jij bent gewoon ieder half jaar ben je hier. Ja, minimaal 1 keer per jaar. Minimaal. En hoe vaak mag je? Wanneer ik wil. En kan. En wanneer er genoeg geld is. Ja, dat is belangrijk. Dat is wel belangrijk. Ja, maar zo, ik dacht dat jij maar een x-aantal keren een visumachtig ding kreeg. Nee. Of hoe werkt dat? Want voor de mensen die niet meekijken, hij komt uit Suriname. Dat kun je misschien zien, of dat kun je misschien weten, of misschien niet. En dan leggen we het dus nu uit. Maar iedere keer vanuit Suriname naar meestal Amsterdam komen. Amsterdam is een beetje mijn thuisstad. Inmiddels geworden. Maar ja, ik ben in ieder geval 1 maal per jaar hier. En het is voornamelijk vakantie. Of concertjes. Daar komen we waarschijnlijk straks op terug. Mijn antwoord op je vraag over de visa. Ja. Die moet je aanvragen. Ik heb zelf een 5 jaar visa. Omdat ik heel vaak in Nederland kom. En dan denk ik dat Nederlanders gemoest zijn om me steeds aanvraag van mij binnen te zien. Ik zeg hier, 5 jaar alsjeblieft. Kom niet. Dus... Ik mag eigenlijk 5 jaar, maar maximaal 90 dagen achter elkaar in Nederland verblijven. Wat, 9 dagen? 90. 90 dagen. Okay. Dus eigenlijk iedere 3 maanden zou ik moeten wegvliegen, maar dan mag ik terug. Maar voor 5 jaar hoef ik niet bij de ambassade aan te klappen. Om te dat is wel chill, tot dat gewoon voor een langere termijn geregeld. Terwijl het eigenlijk heel vreemd is, want Suriname was natuurlijk ooit een keer onderdeel van Nederland. Ja, once upon a time. Ja, once upon a time. Maar aan de andere kant zeggen ze nu, nee, als je dan... het andere gebied Nederland in wilt, dan moet je een registratie doen en dan kijken we als je voorbij mag komen. Yep.
Je moet een heel formulier, of eigenlijk een heel dossier invullen met een heleboel persoonlijke vragen. En wat kom je hier doen en zo? Ja, precies. Ja, serieus? Ja, wat kom je hier doen? Hoeveel verdien je? Wat is het? Hoeveel verdien je? Ik verdien heel veel, maar krijg het niet. Of wat vul je dan in? Ik heb een geheimpje. Ik verdien genoeg. Nee, je moet sowieso gewoon in vaste dienst zijn en genoeg verdienen. En eigenlijk hoe vaker je komt, hoe minder moeilijk ze doen. Want dan weten ze dat je er sowieso wel terugkomt en dan toch wel goed is. Want ze zijn gewoon bang dat je hier blijft dan, of wat? Eigenlijk wel, ja. Jezus, het slaat toch nergens op mensen? Verander die shit. Ja, precies. Zeker voor de oude koloniën. Ik bedoel, het is gewoon bullshit. Maar dan heb je dus een visum nu voor 5 jaar. Ja. En dan mag je dus nu 90 dagen komen. Hoe lang ben je nu geweest? Ik ben nu 2 weken. Ik ben er nog 2 weken. Ik ben er maar een maandje. Dus je had nog gewoon 2 maanden langer kunnen blijven? Kan, maar ik moet bijvoorbeeld nog werken. En ja, maar dat kun je ook vanaf hier doen. Ja en nee. Ja, kan ik wel, maar ik heb... In deze hitte kun je hier ook werken. Ja, precies. Dat maakt het eigenlijk een beetje moeilijk. Dan denk je van, oh shoot, moet ik weer werken. Ja. Ja, maar ja, dat heb je... Hoe warm is het nu in Suriname? Gisteren 31. Gemiddeld is het tussen 28 en 31 graden. Elke dag. Ja, nou, hier zit net boven de afgelopen week, toch? Ja, maar bij airco's. Overal. Oh ja, en hier niet. Hier is het gewoon niet om uit te houden. Gewoon. Nee. Maar toen ik hier aan het rijden was en ik kijk nu op mijn watchje, 22 graden. Ja, vandaag valt het mee. Ja, vandaag valt het mee. We begonnen in Limburg met 27. Dus hoe gaandeweg je meer naar Amsterdam komt, hoe kouder het wordt. Ja. Dat is een beetje altijd. En toen dacht ik, oh, ik had eigenlijk mijn jacket moeten meenemen, vooral als ik op die boot sta natuurlijk uit te waaien. Ja. Want het viel nog mee, met 22 is lekker. Beetje wel hard windje, maar wel goed te doen. Ik vind 22 ook prima. Ja. En wat was de reden om nu naar Nederland dan te komen? Want normaal gesproken heb je dat voor concerten. Dan is dat natuurlijk een hele goede reden om af te reizen. Ik had gewoon vakantie nodig. Ik was keihard aan het werken voor een jaar. Ja. Voor een jaartje. En na een tijdje voelde ik me een beetje in een soort van robotic state. Iedere dag werken, dit, dat doen. En toen was ik zoiets van, weet je wat, ik heb gewoon even mijn vrije tijd nodig. Ja. Nu kan ik naar hier. En ik kan een maandje niks doen. Specifieke reden, want je kunt iedere maand vrij nemen. Iedere keer een maand vrij nemen. Ja. Als je dat nou in december doet, had dat ook gekund. Ja, nee, maar het was echt genoeg voor mij. Oké, okay, dus het was gewoon tussen zit en het moet nu gewoon deze zomer gebeuren. Precies. Dat is mijn tweede zomer trouwens en dat is Pride in Amsterdam en dat wil ik een keertje meemaken. Heb je nog nooit meegemaakt? Nee. Dus dat was gewoon, ja, ik ben nog nooit Pride geweest, dus ik kan er niet over meepraten, maar... Maar je weet gewoon niet van de zomer, dus... Ik ben normaal gewend dat jij rond december, november... Ja, toch? Ja, beetje wanneer het koud hier begint te worden, misschien zelfs een beetje sneeuw. Ja, precies. Dan ben je hier, maar niet met deze freaking hitte. Nee, dat heb ik ook thuis. Dus. Ja, dat hoef je niet voor een freaking end te vliegen. Hoe lang is het vliegen? 9 uur. Nou, valt mee. Nou, ja. Ja, oké, ik slaap. Dus, maar ja, het valt mee. Ja, 8 uur slapen en een uurtje wakker. Met opstijgen en belanden. Dat is letterlijk wat ik heb gedaan. Ja, toch? Ja. Vlucht geslapen. Ja, ik had gisteren de vlucht uitgeplozen voor die trip naar Indonesië. En dan zit je dus 13 uur in het vliegtuig. Dan moet je uitstappen en dan moet je daarna nog een uur vliegen. Dus je denkt, als je nou gewoon 1 keer doorvliegt, gaat het sneller. Maar nee, je moet dus tussendoor nog wel even 2 uur wachten of 2,5 uur wachten volgens mij op de volgende binnenlandse vlucht. 13 uur is wel heel lang. Ik heb nog nooit 13 uur gevlogen. Ja, ik ga gewoon 13 uur slapen. Wat doe jij dan? Gewoon wanneer dat ding opstijgt, dan ga ik gewoon knock-out. Ja. En ik word wakker als we aan de andere kant zijn. Dat is handig. Ja, als het goed is, ik weet niet of het helemaal lukt. Maar vorige keer met Sri Lanka, wat dan natuurlijk iets korter is, heb ik wel aardig veel kunnen slapen. Ja. Volgens mij heb ik 1 film gekeken of zo. Dus dat is maximaal 2 uur waar ik dan wakker ben geweest. En de rest heb ik wel aardig geslapen. Maar is gewoon vakantie ga je? Nee, op tour met de band. Oh, ik ga met Phoenix 6 6 shows spelen. Dus... Heb ik gisteren even een beetje een tourboek voor gemaakt. Zodat we een beetje inzichtelijk hebben hoe fucking veel we aan het reizen zijn. Want 6 shows en als je dan de 2 reisdagen eraf trekt, nog 8 dagen, dan heb je maar 1 dag vrij. Wow. Dus het gaat wel aardig snel en hard eraan toe natuurlijk. Maar dat is niet anders. Ga ik in de tourbusje slapen? Volgens nu staat het inderdaad gepland, ja. Maar daar zijn we er nog niet helemaal over uit. Want het is heel vervelend om in een tourbus te slapen op wegen waar je iedere keer aan het hobbelen bent. Ja. En hier in Europa zijn natuurlijk de wegen redelijk rustig, dus op het moment dat je daar aan het rijden bent, dan gaat het ook wel prima. Ja. Maar in Indonesië schijnt dat niet helemaal hetzelfde te werken. Dus dat is een beetje nog zoeken naar wat gaat werken voor ons. Oké. Maar daarvoor maak je een tourboek, mensen.
dan weet je in ieder geval waar je op voorhand al tegenaan kan lopen. En dan... En wanneer is het ook alweer? Eind van de maand. Ah, oké. Okay. We vliegen de 30ste weg. Dus... Ben je wel terug voor de release van Mayan? Ik ben 2 weken voor de, terug voor de release. Oké, okay, gelukkig. Ja, want wanneer ik terugkom, dat weekend is dan Breda Barst. Ja. En dan is ook die show, of dat show, de avond met Mark Jansen. Oh Kun ja. Kun je die voorbij hebt zien komen? Ja. Ja, in de 013. Daar ben ik ook bij. Oké. Okay. Dat is die donderdag, als we terug zijn, ben ik erbij. En dan de week later zijn er drie shows. De try-out in Reuver, de... Show, de release show in Utrecht Tivoli en dan de show ergens in België. Voor alle shows en de Q&A met Mark zijn tickets. Dus okay. Koop ze. Gaan ze nu kopen. Nou, ik weet niet hoe snel... Ja, jij kan ze niet, ja. Maar dat is gewoon slecht getimed. Time. Ja, volgende keer kom je gewoon terug wanneer mee in een volle maand tour gaat zitten. En dan ga je gewoon de hele maand mee. Ja. Dan huren we gewoon een busje en dan gaan we gewoon Europa rondreizen met al die shows mee te doen. Ik ben in. Ja, sowieso. Toch? Ja. Dat is allemaal niet zo lastig. Maar een hele korte introductie aan. Wat de fuck doe je eigenlijk in Suriname? Buiten dan chillen in de zon. Rentenieren. Rentenieren. Ben je al zover? Shit, ik heb je echt te veel betaald vorige keer voor die website. Hij heeft mijn website gemaakt trouwens. Dus hè, als mensen het mooi vinden, credits aan hem. Niet mooi, ook de credits aan hem. Oké, okay, wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik niet is misschien een korte vraag. Maar oké, okay, wat doe ik wel? Ja, maar als krijg je eigenlijk zo'n Chandler antwoord, something with numbers. Ja. Oké, okay, mijn dayjob ben ik software consultant. En gespecialiseerd in kassasystemen. Dus je zo een winkeltje weer openen, dan kan je mij inhuren. Of ja, mijn bedrijf waar ik werk, kom je even aanklappen. Zeg, ik heb een kassa nodig. En dan ga ik die voor je opzetten. Mijn andere collega's doen misschien de boekhouder en alles. En dan zorgen we ook dat je alles gewoon voor je structureel op papier zetten. En samen met jou heel... winkel helemaal automatiseren. Dus we zitten nu in die Dunkin' Donuts. Dat kassasysteem wat hier zit, zeg maar, dat plug je in, dat zorgt dat het werkend wordt, dat daar de software op doet wat het moet doen. En ik zorg ervoor dat alle donuts in het systeem... Nee, ik ga ze niet erin zetten, maar ik zorg ervoor dat ze erin komen. En natuurlijk proeven. Ja, en proeven. Oh, dat zit er ook bij. Dat ga ik niet liegen. Ja, dus dat is mijn dayjob eigenlijk. Maar in één woord kan ik het samenvatten als automatiseren. Ja. Ja, en is dat, klinkt dan weer heel stom, want ik weet jack shit over Suriname, komen we zo meteen ook wel op. Is daar veel werk in Suriname? Ja, op het moment extreem veel. Binnenkort staat er ook met de, waar is Suriname, geen BTW, maar dat gaat binnenkort verplicht worden. En hoezo geen BTW? Just because. Oké. Ja, Suriname is een, ja... Een bijzonder land. Ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Anyway, dus er is geen BTW, die komt binnenkort. En onze software is eigenlijk de enige in Paramaribo die dat wel kan. Officieel. En dus eigenlijk heel veel bedrijven die hun oude software hebben, gaan nou moeten overschakelen. En dan komen ze allemaal bij ons aankloppen. Dat is leuk. Maar we doen alleen grote bedrijven. Ja, oké. Okay. Voor nu alleen hele grote bedrijven. Ik kan namen voor je noemen, maar het gaat je waarschijnlijk niks zeggen. Maar stel je voor... De Albert Heijn bijvoorbeeld, de Surinaamse versie of zoiets. Dat soort dingetjes. Dus echt winkelketens. Ja. Die komen echt bij ons aan. Dus niet losse kleine vestigingetjes, maar meteen de grote jongens. Ja, precies. Maar dan heb je ook, daar is ook meteen heel veel werk aan. Want dan is het niet één kassa plaatsen, maar dan zijn het 7-8 units plaatsen. Ja, precies. Dus soms gaan er gewoon 5 winkels in 1 dag live. En dan moet je echt mensen hier hebben, daar. En dan moet je ervoor zorgen dat je overal bereikbaar bent. En ja, het is heel veel werk. Maar het is ook interessant. Het leukste van mijn werk is dat ik niet... de hele dag op kantoor zit en niet bij één bedrijf ben, waar ik gewoon elke dag ergens anders kan zijn en iets anders doe, waar het gewoon boeiend blijft. En als ik, want ik bereid me niet voor op zo'n podcast, dat weten de meeste mensen wel eens. Als ik dan even Suriname moet vergelijken, hoe groot is jouw werkgebied dan? Want is het dan net zoals hier één bedrijfje dat heel Amsterdam doet? Of is het dan één bedrijfje wat heel Nederland doet, zeg maar? In Suriname woont bijna iedereen in Paramaribo, dus dat is de hoofdstad. Ja. En ja, alles zit daar, dus eigenlijk de Amsterdam van Suriname. Ja. Maar eigenlijk zit ook gewoon daarbuiten niet zoveel. Dus ik heb wel één klant die buiten Paramaribo zit, maar dat is op het vliegveld of zo hoort. Maar dat is echt de enige. Maar iedereen zit gewoon in de hoofdstad. Okay, maar hoe dus in een straal van 16 kilometer zit iedereen. Oh, maar dat is dan wel lekker compact werken. Ja. Als dan iets misgaat, dan kun je redelijk snel schakelen en...
te zijn. En wij alles kan je remote doen tegenwoordig. Dus het probleem we hebben is gewoon even inloggen op mijn laptop en ik ben aan de kassa. Ja. Kassa la open, geld eruit en dan komt het wel goed. Nee, maar dan, hetgeen wat je nu zelf aanhaalt, alles kan remote. Waarom moet je dan nog daar zijn? Ik moet meetings doen. Meetings, mensen begeleiden, trainen. Dan heb je wel echt even fysiek op locatie zijn. Ja, dat is ook wel waar. Vooral dus in het begin. Dus je traint ook gewoon die kassa-medewerkers hoe ze die shit moeten doen? Ze gaan ook echt zitten naast me. Ga ik ze echt met ze trainen, scenario's uitoefenen. Doen we ook zo'n mooi Albert Heijn jasje aan en dan... Nee, ik heb mijn eigen jasje aan. Wel een badge, maar nee. Maar ja, dus dat doe ik ook echt. Dus ik ga ook echt gewoon achter de kassa staan met de mensen. Vooral in de eerste weken. En dan ben ik ook deel van het bedrijf. Maar dat is wel intensief dan, want dan ben je gewoon 9-6 of hoe lang de winkel open is. Ja, nogmaals, de support was eigenlijk echt meestal een week tot een maand. Ja. Daarna proberen ze last te laten, maar de eerste dagen zijn meestal hele zware dagen. Dan ben ik gewoon van, als de winkel om 8 uur open gaat, ben ik ook tot 8 uur tot 7 uur 's avonds misschien gewoon in de winkel. Ja. Dat is wel een hele andere kant eigenlijk van het verhaal dan wat ik normaal ken, zeg maar. Ja. Normaal zie ik bij jou alleen maar op Instagram foto's voorbij komen van ik mag weer iets eten of ik mag weer iets doen in die winkel. Ja, als ik werk, doe ik niet. Maar ja, oké. Okay. Ik wijs alleen de leuke kanten. Maar dat doet iedereen. Ja, maar dat, zo werkt Instagram en Facebook en zo natuurlijk. Ja. Tuurlijk. En, maar ik heb jou leren kennen bij een Epica show. Ja. Ik denk tenminste toen een Epica show is, dat is de grootste kans. Was het, ja, Epica was en Paradiso. Paradiso. Ja, toch? Ja. Ja. En dan krijg je opeens zo'n gek die uit Suriname komt overvliegen om een showtje te zien. Ja. En dan gaat er bij mij wel zo'n lampje branden van hoe regel je dat? Hoe doe je dat? Want ja, je moet dan genoeg geld verdienen om die vlucht te betalen. Want die vlucht is ook niet heel goedkoop. Ja. Dan moet je hier nog verblijf hebben. En... ik neem aan dat het salaris wat je in Suriname verdient anders ligt dan dat je in Nederland zou verdienen. Ja, daarom, ja, oké. Okay. Je stelt me 2 vragen. Ik was eigenlijk nog niet helemaal klaar. Oh, sorry, ik ga gewoon vooral door. Ga door. Nou, dat is het tweede deel van jouw vraag. Ja. Ik werk ook voor mezelf, dat is freelancing. Dat is websitejes bouwen. Eigenlijk anything in de webwereld, zoals mcshark.nl. Ja, zeker. En bevrijdingsfestival Limburg. Ja. Oh ja, inderdaad. Ja, die heb je ook gedaan. Ja, dus ik al die websitejes bij elkaar bouw, even een paar factuurtjes opstuur, dan is het net genoeg voor een vliegticket en een vakantie een maandje in Nederland. Ja, dus want je rekent dan wel gewoon Nederlandse prijzen. Ja, een soort van. Nog steeds een stukje goedkoper, maar inderdaad wel gewoon Nederlandse prijzen. Dus vandaar dat al die concertjes en de rest mogelijk is. Dat doe je gewoon door websites erbij te bouwen, zeg maar. Ja, maar dat is echt in mijn vrije tijd. Dus ik zit soms echt gewoon letterlijk bijna 12 uren te werken of langer. En ja... Maar het is eigenlijk ook deels mijn werk en mijn hobby, dus zo erg vind ik hem niet. Nee, want dan zou je niet kunnen volhouden. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook wel een doel waar je naartoe werkt, hè? Zo'n trip naar Nederland. Dat houdt je dan ook op. Ja, heb ik een poster en dan ga ik werken. hoe ligt dat salarisniveau dan ten opzichte van Nederland? Dat is heel laag, eigenlijk. Gisteren heb ik een omgerekende basisloon voor iemand. En dan keek ik echt met open mond naar. Ik zei van ja, maar... Dat is het bij ons. Inderdaad, ja, het is wel een stukje goedkoper leven. Maar mag ik hopen, anders zou je niet te doen. Nee. Ik ga het eigenlijk, om eerlijk te zijn, niet vertalen veranderen voor je. Anders ga ik echt verschrikken. Nee. Dat weet ik je straks nog. Het is wel, kijk, we hebben het wel vaak over gegeind. Het is een derde wereldland. Ja, nou ja. Terwijl het, qua hoeveel... als je geld gaat kijken naar geld... De infra ligt nu eigenlijk op schema, volgens mij. Volgens mij is dat redelijk goed te doen daar. Nog een keer een vraag? De infra. De wegen en de openbaar vervoer en zo. Nee. Ook niet? Nee. Ik doe bijvoorbeeld geen openbaar vervoer, gewoon omdat het niet goed geregeld is. De bussen rijden bijvoorbeeld alleen als het vol is. Dus daarop kan je niet rekenen. Oké. Nee. De infrastructuur qua echt infra, dat ziet er wel goed uit. Maar rijdt iedereen eigenlijk bijna auto. Want het is meer bedoeld dan met je eigen auto door de stad in te rijden. Ja, maar als daar het al op voor is gemaakt, is het wel goed. Ja. Door hier in Amsterdam met je eigen auto rijden en je rijdt overal vast gewoon. Nee, zo erg is het niet. Je hebt wel heel veel files overal, maar het is spitsuren. Maar het is nog steeds geen file als hier. Nee, als hier file is, dan kun je gewoon uitstappen. Ja, precies. Dan kun je gewoon stoppen. Nee. Maar dan spaar je. Ja, ga ik lekker sparen. En zover is meestal 9 van de 10 keren boek ik
vierkant zijtje eromheen. En hoeveel kost een vliegticket ongeveer? Gewoon qua hangt idee. Van periode eigenlijk af. Maar de gemiddelde vliegticket ligt tussen de 800 en 1000 US dollar. Euro's. Dat is ongeveer hetzelfde in euro's. Ja, ongeveer hetzelfde euro's. Ja. En een goede actieticket kan je op zijn minst €600 krijgen. Ja. Meestal ga ik voor die goedkoper. Ja, oké. Okay, maar ja, dat is nu een beetje net toeval treffen. En inderdaad, nu met de zomer heb je misschien wat meer pech. Ja. Dus nog steeds van je geld, hoor. Als ik het even te snel omreken, is dat zeker van de gemiddelde Surinamer. Is dat gewoon een... Ja, 1,5 maand salaris. Ja. Per vliegticket. Ja, per vliegticket. Dat is voordat het je alleen komt. Ja. Dan hoef je maar eentje voor te kopen. Oh, wacht, ik zie... Komen er vragen binnen? Of alleen maar, hey, we zijn hier. Wat gezellig is, hè, mensen. Iemand zegt te veel achtergrondgeluid. Ja, dat is jammer dan, helaas. Dat gaan we nu niet meer verplaatsen. We zijn nu gewoon begonnen. Ja. Als we nu nog moeten gaan verplaatsen, dan wordt het echt helemaal niks. Hmm. Dan vlieg je naar Nederland toe. Voor je concert. Ja. Meestal, of niet? Meestal wel. Meestal wel. En dan zijn we bij Epica, meestal. Ja. Of heb je nog andere concerten gedaan in Nederland? Voornamelijk Epica. Ik vind Epica de moeite waard. De moeite voor waard. Mij. De moeite waard om voor te vliegen. Ja. Meestal zijn die de hoofdact. En als er dan tussen nog anderen zijn, dan grijp ik die allemaal gewoon even erbij. Ja. Maar Epica is wel degene die me in Maar je blijft eigenlijk ook bijna altijd in Amsterdam. Ja. Maar dus Amsterdam ken ik als met 10 vingers. Ja. Maar dat is ook wel weer het voordeel. Want in Amsterdam heb je natuurlijk ook wel weer veel concerten. Zou je inderdaad gewoon... Ja, maar Epica speelt bijna nooit in Amsterdam. Nee, één keer in 3 jaar. Ja. Jongens, echt, dat moet meer, hè? Dat weet je. En alleen als Clayton er is, want anders heeft het geen zin natuurlijk. Ja, precies. Nee, maar inderdaad, ja, kijk, die show is natuurlijk in Amsterdam, Paradies, is het dan tot nu toe iedere keer geweest, denk ik? Ik weet niet dat je ze ergens... Ik ben alleen daar... Ik heb Epica in Amsterdam alleen de Paradies gezien. Ja, maar heb jij toen die anniversary show daar gezien? Die Phantom Agony... Nee. Wat was dat toen? Ik had gezien... Oh, de Mayan Release Party was het. In 2011. Ah ja, ja. Toen had je de Mayan Release Party. Nee, er zat nog eentje voor 2006. Ik was 2006 zeggen. Nee, toen niet. Denk ik ongeveer. Ja. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, maar die Mayan Release Show was toen met Floor. Toch? Ja, klopt. Ja, toen was het echt de volledige backing vocals van het album ook echt. Ja. Met Simone en met Floor en met Henning, denk ik toen al. Ja, dat is de first line-up, als het goed is. Ja, dat was sowieso een hele tof show, want dat je Epica en Mayan... Ja. Was dat toen nog een derde act? Ben ik van twijfel. Ik kan me niet herinneren, maar ik denk niet. Nee. Maar toen was het een lange avond. Een hele lange avond. Maar toen heb ik op dat balkonnetje gezeten, dus dat was wel super relaxed. Dat balkonnetje van Paradiso? Ik ben altijd beneden. Tweede rij of derde. Ja, want de eerste rij mag hij niet staan, want hij is gewoon te lang. Want dan blokt hij echt gewoon iedereen zijn zicht. Ja. Maar dat is... Hoe kom je dan uit? Hoe kom je uit bij Epica? Want... Bij mij is het dan toevallig om de hoek gewoon destijds. Ja. Maar dan zit je in Suriname. Dan heb je 56k internet op dat moment. 2006, denk het wel. Ik heb Epica leren kennen in... Wanneer is de sign? Ik heb het sign door Belichting uitgekomen. Ja, 2005? Ik kan mijn telefoon niet pakken. 2005. Dus ja, rond 2004, ja. Geloof ik. Ja. Nou, ik was sowieso al in de rock en metal music world. In Suriname, of ja. Vond ik altijd leuk. En mijn beste vriendin kocht altijd cd'tjes bij een of ander rockwinkeltje die we hadden. Bij ons in de muziek in een winkelcentrum. En ze kocht een keertje After Forever Decipher. Ja. En ze zei, dit moet je horen, dat ga je echt leuk vinden. Toen hoorde ik, toen was ik meteen verliefd. En Decipher, na Decipher kwam, toen ging Mark eruit, als het goed is. Ja. Ja. En toen gingen ze een andere richting op. Ik vond After Forever nog steeds leuk, maar ik vond de muziekstijl minder dan de eerste twee albums. Ja. En dat was echt highly influenced via Mark. Ja. Dat is gewoon een feit. Dus toen kwam Epica natuurlijk naar boven. En toen had ik nog MySpace. Toen had ik op de MySpace page van Epica. En toen kon je goed op je muziek downloaden daar toen. En toen heb ik een paar nummertjes van Epica gedownload en toen vond ik het echt geweldig. En toen heb ik de Phantom Agony via Amazon uit Amerika met extra kosten besteld. Ah, maar ja, toen had je natuurlijk al Amazon daar, hè? Ja, en toen... Dat was natuurlijk heel laat in Nederland pas gekomen. Ja, en toen had ik hem eindelijk en toen was ik meteen hooked. En toen moest ik nog... Toen kwam ik op vakantie hier en toen was Consign Dublin pas uit. Ja. Toen had ik toen gekocht bij
V-Music Store, hier op de hoek. Ja. 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 Had ik die gekocht en toen was ik echt helemaal hooked. En ja, maar toen had ik nooit echt de droom van, oké, ga ze eens zien. Maar een keertje zag ik, toen zouden ze spelen in Paradiso, dat was mijn eerste show. En ik keek naar, Amsterdam, handig, ik ben altijd in Amsterdam. En ik werd weer tijd voor vakantie, ik zei, dit moet ik doen. Toen heb ik een vriend van mij opgebeld, of een berichtje gestuurd. Ze van, kaartje van COVID, ik moet een kaartje hebben. Toen kocht hij een kaartje en uiteindelijk mijn vakantie toen geregeld eromheen. En uiteindelijk was ik toen bij Epica. Maar dat, ja, dat is toch ook... Ik bedoel, voor ons is het... normaal? Ja, voor ons is het... Ja, klinkt dat stom, maar ik heb Epica 150 plus keer gezien. Ik 7. Nee, 6. Ja, ja, snap je? Dat is zo'n verschil. Gewoon omdat de afstanden is na het gewoon... Als je dan in Nederland 5 of destijds 10 shows doet... En in Duitsland net zoveel... Ja, dan kun je ze alle 20 meepakken. En bij jou is het na het gewoon... Ja, ik heb een heel tof bandje ontdekt. Dan moet je er een paar jaar op wachten. En dan kan ik toevallig een showtje in Amsterdam meepikken. Ja. Ze zijn nog nooit in Suriname geweest, toch? Nee. Gaat hoogwaarschijnlijk ook niet gebeuren, maar nee. Ja, hoezo niet? Ik bedoel, kan toch? Nou, ja. Kan toch, hè, Mark? Ga eens een keertje langs. Gewoon gezellig met de rest van de club. En dan neem je je gitaar en zo mee en dan kun je een concert geven. Maar hoe zit dat in Suriname dan? Wie komt daar dan optreden? Of zijn het echt eigenlijk alleen maar de lokale... Hel die komen spelen? Lokaal en een paar regionale bands. Met Trinidad, misschien Guyana. Maar niet... Delaney is geweest, eens. Ja. Eens. Ja, we kunnen daar gewoon overheen praten, toch? Ik weet het. Toen ze een Zuid-Amerikaanse tour deden. Toen was het eigenlijk wel... Maar ben je toen geweest? Ja, tuurlijk. En hoe druk was het toen? Het was best druk. Het was de hoofdact. Maar wat druk? Ik ben heel slecht in inschatten, maar 200 man? Ja, maar ja, het is 200 metal liefhebbers blijkbaar. Of rock, sorry, ja. Rock. Rock liefhebbers. Ja. Maar dat is voor ons, ze doen veel. Ja, dat maar wil ik net zeggen. Dus dat is toch netjes? Ja. En als je dan een nog groter act binnenhaalt, ja. En je zou Epica naar het ik denk dat je dezelfde 200 mensen krijgt. Oké. Okay. Misschien nog een paar extra, want we zijn misschien wel maar een paar jaar later. Ja. Maar... Verder komen daar dus in principe geen ex dan? Nee. Geen grote wereldname ex. Maar ze hebben er ook geen voordeel aan. Ze gaan er niet zoveel geld naar binnen. Het is uiteindelijk toch ook een business. Iemand moet een ticket betalen en alles. Dat ja, gaan ze niet eruit halen. Maar het klinkt voor mij heel vreemd om een land niet aan te doen. Kijk, natuurlijk heb je tot je bepaalde landen overslaat tijdens je tour. Omdat het gewoon niet travelmatig niet uitkomt. Mm-hmm. Maar dit is dan structureel. Dit is gewoon nooit. En ik neem aan, zeker met de opkomst van bijvoorbeeld Spotify of Apple Music, ja. Tot ook de Surinamers naar andere muziek luisteren. Ja. En destijds MySpace. Ja. maar dan, en dan moeten die allemaal maar vliegen. Wat is dan het dichtstbijzijnde... Nee, ik heb het gevraagd binnenkwamen. Nee. Het dichtstbijzijnde land waar je heen kan gaan dan? Brazilië. Daar komen ze wel allemaal naartoe. Maar dat is toch een end? Nou, het is ons buurland, maar ja, het is wel... Ja, maar het is rendabeler voor hun. Het is groot, het is een grote metal scene. Ze kunnen eigenlijk geld eruit. Als ik even de kaart een beetje vol me heb, dan lig jij bovenin. Ja. En de meeste shows zijn onderin, toch? Ja. Niet bovenin. Want nee, dat bovenin is allemaal... de oceaan. Ja, toch? Nee, niet boven jou. Nee, bovenin in Brazilië. Waarom doe je? Daar zitten geen hele grote steden, toch? De meeste concerten worden inderdaad in Rio gedaan. De Rio zit daar in het midden, beneden ergens. Ja. São Paulo, daar. Ja. Dus inderdaad niet boven. Dus ik zou inderdaad ook... Dus dan moet je nog steeds een heel eind vliegen. Ja, maar dat, precies. Ja, ik vind dat... Kijk, als ik weet ongeveer wat verhalen vanuit Brazilië. Nou, daar komen nog wel steeds de megasterren. Uh-huh. Die gaan inderdaad gewoon of naar Rio of naar São Paulo natuurlijk. Ja. Daar kunnen ook gewoon stadionconcerten gegeven worden. Dus echt grote acts kunnen daar gewoon langs trekken. Ja. Op het moment dat je dus nu een fan bent, dan is dat gewoon dus heel erg jammer. Ja. En ik weet dat mensen zullen vragen, misschien waarom dan Nederland en niet gewoon Brazilië? Dan denk ik weer een beetje om, de Europese shows zijn toch een stukje groter en mooier. Maar ik dacht liever hier kies dan daar. Nou, maar de metal in Zuid-Amerika is sowieso groot. Ja. Heel veel metalbands uit het verleden wilden altijd naar Zuid-Amerika, omdat daar heel veel publiek zit. En nog steeds zie je wel shows gedaan worden. Ja, dat klopt. Maar Suriname gaat ze niet nemen. Nee. Ik vind dat gewoon jammer. Gewoon... volgens mij wel Nick en Simon zijn geweest. Sorry? Nick en Simon zijn geweest. Hebben die ook meteen benoemd in de podcast. Yes. voor die opnames van de SBS-programma, toch? Oh ja, klopt. Had je me gestuurd volgens mij. Ja.
Oh ja. Ja, ik vind het wel heel tof om dan om te zien wat ze daar allemaal kunnen doen en wat ze ervoor moeten doen. Ja. En dat was inderdaad ook gewoon een heel klein concertruimtetje. Dat was gewoon een café met een open bar erbij, volgens mij. Ja, ik denk dat... Ja. Ze gaan niet heel veel kunnen vullen, maar het zou wel leuk zijn. Maar nou, wat staat er dan daar in de hitlijsten bijvoorbeeld? Is dat ook heel veel Nederlandstalige muziek? Nee, absoluut niet. Er kwam heel veel muziek van Amerika binnen. Metal ga je niet vaak op de radio horen, maar eigenlijk nooit. We wel op de donderdag tussen 9 en 10, als ik het goed heb. Heb je wel een soort van metalprogramma. Heb je echt gewoon keihard metal op de radio. En daar kan je ook wel misschien toevallig een keertje Epica horen. Omdat jij het hebt aangevraagd, of hoe werkt het dan? Ja, zo'n beetje. Maar je noemt het ook echt zoals alsof er maar één radio is. Ja, maar nou, als je genoeg radio's hebt, maar okay, er is één radiostation met één programmaatje. Die echt telt. Die echt Epica en metal music gaat draaien op de donderdag om 9:00 s'avonds. Ik vind dat wel, ja. Het is een beetje kneuterig. Die moeten het eigenlijk zien om te geloven. Ik verzin het niet. Nee, ik geloof je meteen. Ja. En dan... dan leer je inmiddels heel veel fans kennen. Ja. Ik bedoel, je denkt dat iedere fan jou wel kent en jij sommige fans andersom ook. Ja, dus de meeste Surinaamse fans heb ik... Ik weet niet of de site eigenlijk überhaupt nog bestaat. Dus eigenlijk voor Facebook en de rest was er een website genaamd Metal in Suriname. Dat is ook een forum waar je eigenlijk zo'n beetje over muziek kan praten hier en daar. Ja. En zo uiteindelijk leren mensen kennen. Heb je concertjes van lokale bands. En ja, zo bouw je een klein netwerkje op. Zijn er veel lokale metalbands dan? Ja. Ja, echt? Oh, shit. Genoeg. Ook nog eentje... echt gewoon niet goed zijn? Ja, je hebt eentje, This Asylum. Die heeft vorige week... die was een Wacken. Nee, niet als een hoofdact natuurlijk. Nee, oké. Maar ze zijn er niet. Gewoon. Maar ja, die is eigenlijk, als ik het goed heb, zijn die de grootste op dit moment. Hou me ten goede. Dan moet je me even doorsturen. Ik ben wel erg benieuwd naar wat voor zijn muziek ze maken. Ja, ik stuur je straks. Is het heel erg Female Fronted? Want het klinkt meteen heel veel Female Fronted. Nee, het is een... Male-fronted band met grunts en screams. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Als het lukt, dan tag ik ze nog even in dit bericht. Is goed. In de show notes, zeg ik ze nog wel even. Ja. Want credits dan voor zo'n band. Maar ja, het is natuurlijk voor een band redelijk makkelijk om de wereld over te reizen tegenwoordig. Als je met Spotify maar kan rekenen waar je fans ongeveer zitten. Ja, precies. Kosten natuurlijk ook geld, bakken met geld. Want ze moeten natuurlijk alles zelf... financieren. Ja, ja. En ze kunnen wel concertjes hier en daar geven, maar volgens mij het geld dat ze daarmee hadden is ook niet extreem veel. Nee, oké, okay, maar dat is bij de Europese bands ook niet en bij de Amerikaanse bands al helemaal niet. De lucky few die kunnen er van rondkomen en er zit daarna een heel groot gat naar de rest toe. Die gewoon heel veel moeten spelen en hopen dat ze er net uitkomen. Ja, precies. Zo blijft dat gewoon zelf. Maar hoe zit er... je zegt er zijn wel een aantal radiostations. Hoe wordt er in de media aandacht besteed bijvoorbeeld aan muziek dan? Hier heb je best wel wat magazines die je dan nog steeds over schrijven. Voornamelijk tv. Radio gewoon. Eigenlijk heb je radiostations overal die allemaal type muziek afdraaien. Maar als ze over metal gaan praten, dan heb je het maar op één plek waar je het gaat vinden. Maar voor de rest is het gewoon muziek en dan heb je van lokaal muziek, echt Amerikaans muziek. Ik ben ook meteen bekend dat ik heel weinig tot bijna nooit naar radio luister. Want ze spelen niet wat ik wil horen. Nee. Maar dus ik heb altijd een mp3'tje op. Maar daarvoor heb je Spotify in maat. Ja, precies. Ja. Maar hoe is het dan? In Nederland is het natuurlijk redelijk gebruikelijk om Spotify te gebruiken of Apple Music of een andere streamingdienst. Mm-hmm. In Europa is dat sowieso behoorlijk een opkomst. Er zijn nog wel landen die wat achterliggen. Ja. En dan zeg ik niet België, maar dat bedoel ik wel. Ja. Hoe is het dan in Suriname? Is dat daar ook heel vroeg dan begonnen met die streamingdienst? Omdat daardoor heel veel mensen heel veel kunnen gaan luisteren? Of is dat nog steeds... Nee. Je koopt nog steeds je cd'tjes? Cd'tjes ook niet zo vaak. Gewoon de radio eigenlijk. Ze zijn nog heel erg gewoon radio-oriented. Online, ja, dat kan wel als je Spotify... Ik weet eigenlijk niet meer als... Ik heb een tijdje Spotify gebruikt, maar ik gebruik hem zelf niet. Wat dus gebruik je nu dan? Apple Music? Mijn muziek krijg ik gewoon allemaal van internet. Legaal of illegaal? Sorry? Legaal of illegaal? Beetje van beide. Maar ik koop het natuurlijk altijd. En dat is... Ja, als ik iets echt leuk vind, ga ik hem natuurlijk gewoon altijd kopen. Ja. Dat ben ik. Maar ik denk, de meeste muziek is bij ons toch wel... Nee, maar hier zijn mensen inmiddels gestopt met dingen te kopen. En zijn eigenlijk alleen maar aan het streamen. En Apple Music, of Apple überhaupt, heeft ook al gezegd, over 2-3 jaar willen wij stoppen met
met iTunes, dus met te verkopen. En dan gaan mensen alleen nog maar streamen. Ja. Voor een land als Suriname, waar dan nog steeds redelijk normaal is om radio te luisteren. En die streamingfunctie nog niet geïntegreerd is, zeg maar. Ja. Of niet geïntegreerd in de maatschappij is. Ja. Het wordt wel heel moeilijk om daar straks nieuwe artiesten te leren kennen. Want dan is het alleen maar aan de radiostations om te beslissen wat er gebeurt. Ja, precies. Radiostations. Of als je zelf een beetje op YouTube zit en suggesties komen, dan kan je wel iets nieuws bijleren. Maar het is inderdaad een beetje lastiger voor als je niet echt commercieel en groot bent. Ja. Om door te breken in een klein landje waar niemand echt komt. Ja, ik had van de week toevallig ook een bandje. Ik ben nu al gewoon de naam kwijt. Ik wil het eigenlijk proberen op te zoeken. Ik ga kijken als dat lukt. Zal wel weer niet. Want waarom zou je dat op een Apple Watch terug kunnen vinden? Ja, toch, zo werkt die shit niet. Ja, dat dacht ik al. Ik kan nu niet 1, 2, 3, die 3 terughalen op afspeellijst. Volgens mij ook om daartussen staan. Eens even kijken. Ben Rector. Ik kwam er heel toevallig op. En blijkbaar plaat Magic. Super tof singer-songwriter. En het was ook een avond omdat ik op YouTube zat. Werd opeens recommend. En ik dacht, nou, toch maar eens luisteren. En vond het super tof concept en super tof nummer. Ja. En dan ga je die plaat luisteren. Blijkt die net uit te zijn of weet ik veel wat. En s'avonds wordt er opeens een post door Great Big... Nog wat? Ik ben even de naam kwijt. Ja. Een super toffe band. Ook werd die aangeraden. Je moet inderdaad wel, vind ik, inderdaad naar nieuwe muziek kunnen luisteren. En dat gebeurt eigenlijk niet als je naar de radio luistert. Ja, precies. Nu je aan het praten ben, realiseer ik me eigenlijk ook een beetje dat ik lang geen nieuwe bands heb ontdekt. En misschien kwam door dit alles. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan. Maar anything new in de metal world bijvoorbeeld. Ik heb lang geen echt goede nieuwe band gehad. Maar ik op dit moment is Phantom Elite is opkomend. Is een band waar Sander Gommans zich achter heeft geschaard. Mm-hmm. En goede band die weer een beetje die oude vibe terugbrengt van de metal, female fronted metal wereld. Ja. Zullen vast nog wel een hele hoop andere zijn. Anders krijg je Spoil Engine natuurlijk met Iris Koestens. Ik weet niet of je die podcast hebt gezien. Een van de eerdere podcastmensen, als je dat wil luisteren, super tof gesprek aan de Maas hebben we dat gehouden. Maar dat vind ik wat minder female fronted, zoals ik weet wat jij normaal wil luisteren. Dit is wat steviger. Ja. Maar inderdaad, ja, zo'n Phantom Elite denk dat je wel heel tof zou kunnen vinden. Wat ik wel heel vaak merk tegenwoordig, dat ik vriendenverzoeken krijg van die minder grote bands. Dat die allemaal op Facebook zitten. Dus misschien de zanger of de gitarist of anyone. Ja. Op Facebook zit ze mijn berichtje en dan zo kom ik hun muziek wel een beetje erachter. Dus dat merk ik wel, dat zijn eigenlijk die bands die een beetje zelf mensen proberen te bereiken. Ja, maar dat gebeurt inderdaad ook best veel eigenlijk in de metalwereld. Terwijl je dat misschien in de popwereld wel minder hebt. Ja. Maar ja, je moet inderdaad de fans vinden en dan hebben ze toevallig iemand aangeklikt. En dan zien ze weer iemand anders die metal fan is en die voegen ze aan toe. En komen ze met een berichtje, hey, luister hier eens naar. Ja, precies. Het is wel een goede marketing, want het kost niks. Ja, precies. Vooral tijd, heel veel tijd. Maar ja, als je dan ziet dat je dan in Suriname woont, dan is het dan weer de vraag in hoeverre lever jij als persoon dan natuurlijk wat op. Ja, precies. Dat maakt het dan wel weer lastig. Ja. Het is gewoon zo. Dus een samenvatting van alles. Dan zijn we toch alweer 40 minuten onderweg. Ja. Ja. Want de metal ligt een beetje achter. Ja. Maar het ligt alleen regionaal, maar echt de grote band. Moet je eigenlijk een beetje zelf naartoe gaan. Of gewoon toevallig ergens op YouTube iets gezien hebben. Dan ga je erachteraan. Voor mij was het MySpace 10 jaar geleden. Ja. Maar ja, het is wel mooi om te zien. Bedoel, we hebben elkaar dus jaren geleden zullen we inmiddels al leren kennen. Ja. En als je dan ziet inderdaad hoe divers dat publiek is wat er bij Epica staat. Volgens mij heeft ooit een keer Simone dat op het podium geroepen, 40 verschillende nationaliteiten of zo. Hoe was het? In Eindhoven, het Klokgebouw, was dat toen met die bijzondere show. Ja. Daar waren inderdaad heel veel mensen naartoe. Heel veel mensen, buiten dat waren er heel veel mensen. Waar heel veel nationaliteiten waren daar. Nou, iemand zegt, oh my god, donuts. Eentje zegt niet te verstaan. Ja, zeker. Hoe is het niet te verstaan? Geen idee. Ik ga proberen er iets aan te veranderen. Maar er zitten een paar kinderen tegenover ons. Dus als je die nu nog duidelijker hoort, story. Ik heb er even een db bij geduwd. Eens kijken wat er gebeurt. Oké. Okay. Want voor mijn instellingen staat, lijkt het in ieder geval goed te staan. En als wij stil zijn, komt er ook niet heel veel binnen op ruis. Dus ik hoop dat het gewoon allemaal goed gaat.
Ik hoor mezelf en jou in ieder geval wel. Ja, daarom. Dus het kan gewoon zijn dat de audio gewoon prima is. Alleen na het nu met de livestream gewoon even wat minder. Maar okay. Ja, we wilden wel live gaan. Ja, oké, okay, dan is het later wel. Ja, daarom. Okay. Ja, ja, dat moet ik vanavond nog allemaal gaan doen. Oké, okay. Ja. Kan je dat ook bewerken? Dat je achtergrond de muziek eruit haalt? Of een beetje? Zo goed ben ik niet. Oké. Okay. Nee, ik zou het in theorie eens kunnen gaan nakijken. Als het echt heel storend is, dan zal ik het wel nakijken. Maar als ik denk van dit is acceptabel, ja, dan fuck die shit, dan laat ik het gewoon zo. Oké. Okay. Ik heb nog wel veel te doen vanavond. Ik moet sowieso straks naar huis rijden, wat gewoon al 3 uur gaat duren. Ja. En in de file tijd is dus misschien nog wel zelfs langer, maar dat komt wel goed. Okay. Je zei net in het begin, want dan schakel ik even over van de muziekwereld naar een andere topic die ik nog had gestuurd. Je bent hier met Pride. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, ik denk het, weet ik veel. Het is een week lang, toch? Het is een week. Ja, een week. Met het hoogtepunten naar het afgelopen weekend. De Camel Pride. Ja, ja, maar inderdaad een week. Ja, en zijn er dan, ik bedoel, dat is inmiddels wel duidelijk. Jij bent gay, ik niet. Echt waar? Goh, jezus, dat zou je niet verwachten. Nee. Ja, of je komt voor de Pride voor de gezelligheid. Dat kan ook, sommigen vinden dat heel gezellig. Ik weet nog niet waarom. Mm-hmm. Maar daar is het wel fucking druk zo te zien op de beelden. Dat is extreem. Want als dat druk, allemaal eigenlijk gays zijn, dan is er wel... ja, dat zou een hele scheve verbeelding geven van Amsterdam, denk ik. Ja, het was inderdaad... Er lopen heel veel hetero's tussen. Ja. Die gewoon te denken, feestje. Ja, klopt. Ja. Tijdens de Pride kanaal stonden we in de Prinsengracht op een bootje aan de kant. En voor ons is er nog een boot met zeker 35 man, want die waren allemaal hetero. En er zijn zeker nog meer van die. En ik dacht van, oké, leuk. Ja, maar nou ja, kijk, het is natuurlijk een feest voor de vrijheid te vieren. Het vrij mogen zijn, het vrij kunnen zijn van de niet-hetero's. Want ik denk dat het voor de hele community natuurlijk geldt. Alleen ik kan natuurlijk de hele niet uitspreken, want geen idee. Maar jij beslist wel om tijdens die periode hier te zijn. Heb je dan nog andere feestjes, dingetjes wat dan in de week is? Of is het voornamelijk de awareness wat het een week maakt? Het gaat voornamelijk om de awareness. Maar ik moet wel zeggen, ik merk wel, tenminste het viel me aan dat het heel commercieel lijkt. Ja. Is. Het is gewoon nou zo... kerst, maar dan met heel veel glitter. Wat het is met kerst niet, wil die zeggen. Ja, precies. Maar ik ben wel dat het eigenlijk overal awareness is, maar het gaat eigenlijk voornamelijk voor mij ging het om de gezelligheid. Eerlijk. Ja. De hele week lang? Ik heb niet de hele week lang van genoten. Eigenlijk alleen het weekend. Alleen de Camel Pride. Ja. Maar hoe is het dan voor jou om gay te zijn, het verschil, want je hebt twee landen gezien, tussen Nederland en Amsterdam. In dit geval. En Suriname? Nou, hier is men dan staat meer open voor meer. Ik was, ga heel even teruggaan. Ik was laatst wel naar een voorstelling gegaan. Die ging over gay bashing. Ja. En ik schrok wel even dat het zo... In Suriname of in Nederland? Nederland. Nederland, oké. Het was in Melkweg. En ja. Ik schrok wel even, toen hadden we een nagesprek met mensen. En ik schrok wel even van, wow, is er echt zoveel bashing in Nederland? Ja. Dat wist ik aan welke zijn niet. Dat is wel even een eye-opener voor mij. Ja, Nederland zegt dat ze heel erg open zijn voor alle communities en het omarmen. Maar aan de andere kant... Ja, in the grand scheme of things zijn ze wel sowieso opener dan misschien Paramaribo. Ja. Maar dan zie ik hier dat de bashing misschien toch veel groter is dan thuis. Of het is thuis minder wordt het minder gerapporteerd. Dat zou heel misschien ook kunnen. Maar ik denk dat het hier toch wel groter is dan daar. Maar tegelijkertijd wordt het hier ook weer meer geaccepteerd dan daar. Ja, maar dan moet je gaan kijken naar procentueel. Als ja, dat wel of niet groter is. En als je daar minder mensen hebt zitten, dan is het automatisch minder natuurlijk aan de orde. Ja, tenzij het procentueel dus gestegen is. Maar moet jij daar dan in Suriname je echt anders gedragen? Dat klinkt heel stom, maar kijk, onwetende vragen zijn dit. Ja, als je niet weet. Nou, ja. Ik sowieso niet. Iedereen weet dat ik... Ik ben overal wie ik ben. Als jij het niet leuk vindt, fuck off. Yes, zeker. Ik bedoel, nou. Kinderfeestjes heel... trouwens hier begonnen, sorry. Maar... Ja, ik hoor nu mezelf bijna niet meer. Yeah. Anyway. I lost my train of thoughts. Oh ja, als ik anders moet gedragen. Yeah. Sowieso niet. Ik zie wel heel veel mensen die nog een beetje in de kast zijn of niet durven te zijn wie ze moeten zijn of zijn. Het merk wel meer dan mensen die gewoon vrij zijn. Maar gelukkig heb ik
beste vriendengroep. Ik zit ook in de organisatie voor homorechten in Suriname, of mensenrechten, hoe je het wil noemen. Ja. Dus probeer ook andere mensen gewoon even te laten zien dat ik ook gewoon ben wie ik ben, maar tegelijkertijd ook gay ben. En ik ben gewoon normaal en niet alles. Maar je merkt, hoe moet ik dat zeggen? Merk je in, als je daar op straat loopt dat mensen je mensen scheef ook aankijken? Mij niet. Als ze mij, nou, kijk, maar je merkt het wel bij anderen die er misschien. Uiteindelijk gaat het van hoe je zelf uitzien. Het hangt ervan hoe je eigenlijk ook opstelt. Ik denk dat is het belangrijkste. Als je weet dat je gewoon bent wie je bent en you don't give a fuck about anyone, dan hebben ze ook niks. Maar als ze merken dat je toch een beetje, you know, een beetje, hoe zeg je dat? Jezelf probeert te beschermen, dan wordt het misschien een beetje weer anders. Dus gaan ze wel misschien een beetje scheef aan kijken. En als je dan nu in Amsterdam rondloopt, nu ja, klinkt er stom, val je natuurlijk helemaal niet op in deze week. Ja, nee, hier val je helemaal niet op, maakt niet uit wat je hier aan het doen bent. Ja. Ik merk soms toch wel dat mensen, als je twee andere mensen hand, of twee mannen hand in hand zien lopen, of ik zag twee dames laten zien op de Dam, dat bepaalde mensen wel even lang lopen, even een beetje fronsend kijken, maar dan gaan ze gewoon verder. En want is het misschien echt gewoon, wow, een hele shock. Terwijl het eigenlijk gewoon heel vreemd is, want het is, je kiest voor degene die, waarmee je wilt zijn. Ja. En als dat nou een man of een vrouw is, en je bent zelf dus man of vrouw, waardoor het misschien man, man of vrouw, vrouw is. Ja. Of alle andere samenstellingen die mogelijk zijn. Ja. Als het om een bepaalde liefde gaat, dan is het toch prima. En als je dan in Nederland de media volgt, wordt het altijd zo erg opgeblazen. Waardoor het ook lijkt alsof het, doordat ze het opblazen, het een probleem is. Terwijl als ze het gewoon niet zouden aanhalen, als dit is bijzonder. Ja. En het gewoon als normaal zou omschrijven, of niet omschrijven, gewoon het als normaal vinden. Ja. Dan zou zo'n hele discussie niet op gang te hoeven zijn, zeg maar. Want zo'n Camel Parade, hoe noem je dat, Camel Parade dan? Wordt helemaal uitgelicht op tv, wat prima is. Want daardoor wordt misschien de sociale acceptatie groter. Maar er wordt wel zo'n heel bombarie omheen gemaakt van, wij gaan dit nu uitzenden en we gaan daar nou een heel verslag van maken. En we gaan dat doen om de gays en alle anderen een plekje te geven. Terwijl als je het gewoon, net zoals de Olympische Spelen zou uitzenden of de Paralympics zou uitzenden, dan was het er gewoon. Dan hoef je dat hele paniekregel niet te doen. Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon bewust is om de awareness sowieso gewoon erbij te doen. Van deze mensen, gay of niet. En we're here and we like it. Maar ik weet dat je, ik snap je punt eigenlijk. Want nu, vorige week ging ik ook naar een of andere lezing over dat de nieuwere generatie eigenlijk juist tegenovergesteld is van de oude generatie. Die willen echt allemaal bijzonder zijn. Ja. En de nieuwe wil juist een beetje erbij horen. En die vinden van, we hoeven geen homotenten te hebben, we hoeven geen pride te hebben, we willen gewoon met iedereen erbij gaan. En dan denk de oude generatie van, maar ja, we hebben like hier voor 50 jaar of langer gevochten en dan die gooi je niet gewoon aan de kant. Maar wat wil je nou eigenlijk? Maar dus inderdaad, het is inderdaad zo'n een discussie die nu gaande en pas op komst is. Nou ja, kijk, iedere generatie vecht natuurlijk voor zijn eigen vrijheden. Ja, precies. En gooit daarna ook dingen die de ouders of de grootouders hebben gevochten voor, gooien ze aan de kant. Maar het is natuurlijk, wat je nu ook al zegt, de jongere generatie accepteert het gewoon zoals het is. Ja. En die zeggen van oké, als wij gewoon kunnen zijn wie we zijn en daarin geaccepteerd worden, dan is het prima. Ja. Maar de media zegt, nee, we zijn jullie nog steeds zo flamboyant aan het maken en nog steeds zo uitgedost aan het eind neerzetten. En dat is natuurlijk ook met degene die de bekendere homo's in de wereld, of lesbiennes, of de andere van de community, maar ik blijf het niet iedere keer de haar halen, want dat is veel te lange zin voor mij. Die zijn wel op die manier nog. Het lijkt net alsof er nog geen jeugd of zo op tv is die dat dan zegt van hey, we kunnen het ook op een andere manier doen. Nu zijn er nog steeds de Gerald Jolings en die types, ja, die zijn flamboyant. Als ze nou zichzelf zijn, ja, of omdat ze zijn, ja. Ik voel me net zo gewoon zichzelf zijn. Ja, maar daardoor krijg je wel het beeld naar de buitenwereld dat het dan zo hoort. Het is eigenlijk moeilijk om aan te geven. Het verschilt echt per persoon. Nu moet jij voor de hele community moet jij antwoorden. Ja, en ja, dus dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Je moet voor jezelf antwoorden. Ja, precies. Maar dat weet je ook. Ik bedoel, we hebben wel vaker zo'n gesprek gehad. Ja. Maar als je dan nu gaat kijken naar de afgelopen week en naar de Pride. Hoe is het je dan bevallen om dat op die manier te vieren? Nou, ik vind het heel leuk eigenlijk.
Dus het enige dat me een beetje stoorde was dat het heel commercieel is. Ja. Hier zo. Ja. Echt gewoon, ik was laatst met Dirk inkoop aan het doen en ik zag daar hoedjes daar liggen tussen de smoothies en de salade. Ik dacht van, oké, wat is dit nou? Maar aan de kant snap ik het ook wel, want ja, er wordt heel veel geïnvesteerd hier zo. Dus daar moet wel iets van terechtkomen. Ja, Amsterdam maakt een week vrij om van alle activiteiten neer te zetten. Ja, precies. En de middenstand wil natuurlijk daar een kraantje van meepakken, want ja. Ja. Maar in the grand scheme of things is het toch wel bijzonder en spectaculair. En is het, want ik zeg al, ik ben er nooit bij geweest. Hangt er dan echt een andere soort sfeer dan bijvoorbeeld een festivalsfeer? Waar ik het dan mee vergelijk? Nou, het is precies een festival. Maar again, vol met glitter. Ja, maar vol met glitter. Letterlijk. Er was een heer die echt gewoon het hele lichaam had vol glitter in de regenboogkleur. Ik dacht van, wauw, please don't touch me. Je wil niet geglitterd worden? Nee. Ik zag op de vlog van Bram de Wijs, mensen, als je die nog niet hebt gezien, ga die zeker kijken. Tot het helemaal in is om een glitterbaard te hebben. Daar waren echt heel veel mensen. Heel veel mannen. Ik vind dat verschrikkelijk. Met glitter in de baard. Waarom? Waarom zijn ze dat? Buiten gewoon, waarom? Gewoon, waarom? Ja. Trouwens, glitter wordt binnenkort verboden, hè? Wat zei? Glitter wordt binnenkort verboden. Hoezo? Komt vanuit Amerika. De fishes in de zee. De glitter begint te slikken. En dan kan het uiteindelijk in het menslichaam terecht. En ze dat gaan verbieden door milieu en et cetera, et cetera. Prima idee. Nu nog de confetti en we zijn klaar. Echt. Dus ja. Prima idee. En een bepaalde vuurwerk ook nog. En dan hebben we eigenlijk alle feestelementen uit een festival eruit gehaald. Nou, dat wordt ook minder leuk. Maar glitter maar wel weg voor mij. Ja, maar confetti ook, echt. Ik kom echt leuk. Tuurlijk, nee, maar dan kom je naar zo'n Epica-concert. En dan doen ze van die snippertjes. Ja. En een jaar later vind je in je tas snippertjes. Tot je denkt, ja, maar dat wil ik niet. Dat is gewoon irritant. Oh ja. Nee, dan moet je niet naar de parade komen. Daar is er ook overal confetti. Oh, man. En ook nog in hartjes. Ja, oké. Okay, de shape maakt me daar niet eens vanuit. Gewoon algemeen confetti. Ja. Maar het is ook een hele hoop rotzooi. Ik bedoel, jij zit hier in Amsterdam. De dag later. Oh god. Maar is het gewoon één grote vuilnisbelt nemen. Je wilde de dam de volgende dag niet zien. Maar ze moeten wel zeggen dat de volgende avond het alles weer weg was. Ja, dat doen ze goed, hè? Ja, dat doen ze wel heel goed. Ja, ik las al zo een paar van die berichten dat ze, zeg maar, zodra de Cannon Pride stopt, ja, beginnen ze eigenlijk om een beetje schoon te vegen. Ja. Beginnen ze ook het water schoon te maken. Want Cannon was ook smerig, vooral met cups overal. Het was echt ook niet te zien. Ja, maar eigenlijk zou je dat zeker ook van de natuur en de natuur wat hier nog in Amsterdam bestaat, ja, zou je dat natuurlijk niet willen aandoen. Nee. Eigenlijk wil je niet zo'n grote evenementen hebben. Nee. En als je al een grasveldje hebt waar het allemaal op gebeurt, zoals in Den Haag natuurlijk het Malieveld bijvoorbeeld, dat is goed te handelen. Dat is gewoon van links tot rechts schoon te maken. Maar ja, hier komt het zo tussen de stoeptegels. Tussen de stoeptegels overal en ja, de toeristen overal, die dranken toeristen. En die... Ja, die gewoon... Jij bent zelf ook toerist, hè? Ja, ik weet. Just saying. Ik voel me niet als toerist. Nee, jij voelt je thuis, dat gaf je net al aan. Maar dat is het natuurlijk wel inderdaad van de dag later is het ja, wakker worden in een hele fleurige omgeving wordt opgeruimd. En dan mag je blij zijn tot Amsterdam dat natuurlijk toestaat. Ja, nou is wel blij dat ze het gewoon toestaan, maar ook blij dat ze het meteen weer opruimen. Ik keek nog en ik zei van, boy, ik zou niet graag de persoon willen zijn die dit moet opruimen. Nou, als je gewoon in je wagentje zit en je hoeft alleen maar rond te rijden en je maakt van die cirkeltjes en op een gegeven moment is het allemaal klaar. Ja. En je krijgt ervoor betaald, nou waarom niet. Hebben ze in Suriname ook dit soort evenementen dan? Ja, in oktober heb je ons Pride Month. En ik ben een hele maand? Ja. Maar jullie moeten meteen overdrijven. In plaats van een week hier is het gewoon een maand. En ik ben ook deel van de organisatie. Nou, we zijn eigenlijk gestart met de week. Maar wat bleek... Het was te kort. Er was te weinig feestjes. Het is te vermoeiend, dat is eigenlijk iets. Te vermoeiend? Ja, omdat je als organisatie moet je eigenlijk sowieso overal zijn. Ja. En dan sowieso moet je ook mensen overal krijgen. Dat je soms gewoon 3 activiteiten op 1 dag gaat. Je hebt een filmfestival hier, maar dan heb je nog een feestje. De volgende dag heb je weer een feestje of een lezing. En ja, soms had je evenementen op hetzelfde. Ja, Suriname is wel klein. Dus je kan eigenlijk in een week of op 1 dag kan je niet zoveel doen. Maar hier heb ik in 1 straat heb ik 2 festivals. Dat kan je daar niet. Dus daar kan je nog kiezen. Dus daar moet je echt gewoon inplannen. En een week was echt veel te kort. Het is veel te vermoeiend. Dus hebben we het over een week verspreid. Sorry, een maand. Ja. Natuurlijk niet iedere dag, maar wel gewoon misschien 3 keer per week.
Oké, maar dat is gewoon een maand lang is het thema white. Ja. En daarop is dat de kapstok om een aantal evenementen op aan te haken, zeg maar. Ja, want ja. En jij organiseert dan die evenementen, of een deel daarvan? Ik ben onderdeel van het team van vrijwilligers natuurlijk. Of course, dat is hier. Alles is vrijwillig, ja. Maar ja, het is best een groot team en we werken allemaal keihard. En ik ben eigenlijk stiekem een paar ideetjes aan het pikken hier zo, om die mee te nemen voor oktober. Ja. Dus het is gewoon een business tip, dat kun je nog gewoon aftrekken van de belasting daar. En ja, ik weet niet wat je vraag was, maar, ja, maar, nee, maar dat hebben we ook, ja. Je zegt dat je dat dan een maand lang belangrijk doet, een maand lang viert, met verschillende evenementen. Hoe zit het dan met je werk? Het is heel zwaar. Is het dan gewoon overdag werken en 's avonds die feestjes allemaal afgaan om te controleren als het allemaal goed gaat? Ja, precies. Dus oktober, nou eigenlijk vanaf, het is nu al gestart, ja. De voorbereiding. En oktober is eigenlijk hoogtepunt. Dus na mijn werk probeer ook nog gewoon normaal te sporten tussendoor. En daarna moet ik gewoon mijn activiteiten doen. Waardoor ik eigenlijk gewoon alleen thuis ben om even te slapen. En de volgende dag weer naar kantoor. Dus echt ja. Echt druk. Dan is het goed dat je hier een maand hebt uitgerust. Hè? Ja, dus ik ben deels ook aan het werken. Maar ik ben voornamelijk aan het voorbereiden. Ja, maar met het rondkijken naar hoe anderen dat doen is alleen maar goed. Want daardoor kun je het zelf op een andere manier integreren in het feest wat je daar natuurlijk wilt neerzetten. Ja, precies. Maar we hadden wel één nadeel, dat we niet de totale support hebben. Dus we moeten eigenlijk ons eigen funds bij elkaar verzamelen. Hoe bedoel je niet totale support hebben? Nou, dat we niet gewoon met de regering kunnen aankloppen en zeggen van... Is dat hier wel? Sorry? Is dat hier wel? Weet ik veel. Ik weet het niet. Ik weet het mezelf niet. Dat ga ik even straks eventjes uitzoeken. Maar ik weet het. Wij moeten sowieso keihard vechten voor het geld. We zijn gewoon een groepje van mensen die bij elkaar zijn gekomen. Ja. We willen een Pride organiseren. Ja. Maar we hebben geen geld. Hoe gaan we het doen? Gaan we even bij elkaar zitten. Even brieven schrijven naar bedrijven. Zeggen we een Pride organiseren. Waarom we het organiseren. En nou, Geef geld. Daarom komt het neer. Geef geld, ja. Dus je hebt Apple al aangeschreven, neem ik aan. Met daarin van, we hebben geld nodig en een nieuwe laptop. Nou, ik heb wel eentje hier nodig. Maar ja, dus eigenlijk zo gaat het zo'n beetje. En ik moet zeggen, we hebben veel geld nodig. Dus bij deze, even PM'tje sturen. Doen. Maar zijn er veel bedrijven die daarop ingaan? Ja, maar inmiddels wordt het moeilijker. De eerste Pride was gehouden in 2011, als ik het verkeerd heb. Please don't kill me. Maar volgens mij 2011 was de eerste. Ja. Ik ben niet van het begin organisatie, eigenlijk sinds de laatste 3 jaar wel. Ja. Voorheen ging het makkelijker, maar in 2015 hebben we Suriname onze financiële crisis gehad. Ja. We zitten er nog zwaar in, waardoor... Ja, jullie waren iets later dan hier. ...bedrijven dus minder geneigd zijn om een paar homofeestjes te geven, te helpen sponsoren. Ja. Waardoor je echt nou bijna nog net niet op je knieën hoeft te gaan om geld te bedelen, maar het komt er wel bijna daarop neer. Het is, ja, maar dat, ik denk dat het in Nederland natuurlijk niet anders is met festivals organiseren. Middenstand heeft het heel zwaar gehad. Die hebben ook vrij weinig te makken om uit te geven aan sponsoring. De grote bedrijven hebben enorme klappen gehad. Die zijn sowieso schuw om die €10.000 te geven. Terwijl je denkt, op de miljoenen die je verdient, geef 10.000, weet je, wat doe je moeilijk. Maar je zou het toch als bedrijf zijn die je daar wel aan willen koppelen en laten zien, wij staan hier, of hoe moet je zeggen, we staan hiervoor. Ja. Wij vinden dit goed dat dit bestaat en tot daar uiting aan gegeven wordt. Uiteindelijk kwam het wel, we weten vorig jaar wel, onze laatste Pride, we mogen niet ontevreden zijn, maar altijd sowieso meer. Ja. Maar het was toch wel een spektakel waar we een maandje overleefd. Bedrijven komen wel op gang, maar zoals ik zeg, er wordt veel meer het is veel zwaarder om ze te overtuigen om, please support the community. Want ze moeten natuurlijk van hun kant ook een beetje voordelen eraan zien. Ik bedoel, het is een bedrijf. Ja. En ja, ze denken van, maar wat heb ik aan jullie dan? En dan moet je zeggen, maar... Dus de hele gay community staat dan achter jouw bedrijf. Ja, precies. En het is daar heel simpel. Als ik bedoel, het Fernandez bottling. Ja. Ik hoop dat ze kijken. Ja, ja. Even een paar regenboogvlaggetjes op hun cola flesjes hangen. Denk wel dat iedereen het nou extra gaat kopen. Hey, gratis tip en geef geld. maar dat is het natuurlijk ook. Je moet altijd een bedrijf een goede reden geven om iets om te sponsoren. Ja.
Maar dit is altijd zo'n cause waarvan je denkt, ja, je kun je niet tegen zijn. Ja, precies. Toch, eigenlijk. En we doen nu ook, dat is het verdrag van Paramaribo, dus van de andere homo-organisatie, ja. Paria, waar ik deel van uitmaak. Waar de bedrijven dus eigenlijk echt officieel een verklaring kunnen tekenen, dat ze staan voor gelijke mensenrechten. Ah, ja. En dan, als mensen iemand van de gelijke seks willen registreren als partner, dat ze er geen moeite hebben. Ja. Dus daarvoor strijden we ook en het gaat de goede kant op. Maar dat is eigenlijk gewoon het hele jaar door en de algemene cause van, ja. Van de organisatie. Dus het is weer een andere organisatie van de ja. Pride Month. Ja. Dus ik zit eigenlijk zo'n beetje bij. Dus de Pride Month is echt alleen voor oktober, ja. Maar die andere is eigenlijk gewoon een vastige. Voor de rechten, ja. Dus een vereniging dan, ja. Om het zo te zeggen. Die echt gewoon vecht voor mensenrechten en ja. Hier en daar dingetjes voor elkaar probeert te krijgen. En heb je dan ook contact als vereniging zijnde met bijvoorbeeld een Nederlandse organisatie? Ja. Om te kijken van hoe dat hier gaat? Ja. Ga ik weer een paar. Oh, ik ben het name-droppen vandaag. Zeker. Heb ik goed genius. Daar is een goede vriend van mij, de voorzitter van. Ja. En dan was ik vorige week ook naar een van zijn borreltjes. En sowieso moeten we eventjes kijken wat we eigenlijk voor elkaar kunnen betekenen. Als hij hier een paar dingen kan regelen, voor hem daar. Ja, ik denk dat wij misschien meer voordeel hebben dan daar. Ja. Maar dat ze samen kunnen werken om dingen voor elkaar te realiseren, is dat sowieso fijn. Daarvoor ben ik ook deel hier. En er zijn ook een paar mensen vanuit Suriname die nog hier wonen. Die deel maken van onze organisatie, maar ze wonen hier. Dus zijn we weer hier ook een paar dingetjes voor ze te regelen en te trekken en te doen. Dus ja, er is een samenwerking. En we're doing our best. Ja, dat is alleen maar goed. Samenwerking opzoeken is over het algemeen al heel goed. Ja. En dit soort organisaties zijn het alleen maar sterker. Nadat als je dat met meerdere mensen maakt, dan is het zedig. Als je dat... Ja, mooi, heel sterk. Ik hoop echt dat er niet te veel in de... Volgens mij verstaat het helemaal niks. Ik ga even lezen als ik iets kan lezen. Ja, we zullen wel zien. Ja. Ik zou het pak veel geluk op, maar niet de stemmen van jullie. Ja, maar ja, kom op. Ik zit gewoon met mijn neus in de microfoon. Dat moet wel goed komen. Ik denk dat gewoon achteraf goed te fixen is. Dat we zullen wel zien. Ja. Maar het is alleen maar goed dat we op die manier de samenwerkingen zijn. En hoe moet je dat zeggen? Tot daardoor misschien ook wel sterker naar buiten komt. Ja, het is sowieso gewoon een samenwerking van en zijn er ook in Amsterdam op zo'n week meetups van verschillende landen? Dat vraag ik me gewoon eens af. Weet ik niet. Omdat ik neem aan dat hier toch wel heel veel verschillende landen bij elkaar komen. Omdat dit de Pride is van de wereld. Ja, maar overal in Europa is eigen Pride dus. Ja, maar dit is wel de grootste, toch? Of een van de grootste. Ja, volgens mij is het een sterke concurreren met Berlijn. Maar je kan dit wel even als een van de grootste organiseren. Maar, is een van de grootste. Ja. En de meeste gaan eigenlijk ook zitten tournee. De meeste mensen gaan naar overal. Ik hoor mezelf niet meer. Maar die gaan overal naartoe. Ik hoor je nog wel, gelukkig. Maar als echt een meetup hier is van een Palan, ja, dat weet ik niet. De deur gaat dicht. Top idee. Ja. Wat zei je? Sorry. Sorry, ik was echt heel erg afgeleid. Meetups? Nee, ik weet niet. Meetups. De meeste doen gewoon een soort van Europese Pride tournee. Nadat ze hier gaan ze naar het volgende land en dan gaan ze zo verder. Er zijn mensen die veel energie hebben. Ik zal het energie roepen. Ja. Ja, dat zoiets. Ja. Nou ja, het is natuurlijk een ja, ik wil het is niet bijzonder. Het is een community in onze totale leefwereld die vaak onderbelicht is. En als in onderbelicht in het feit dat het wordt of heel erg uitgemeten en het wordt heel groot gemaakt, of het wordt totaal genegeerd. En ik denk dat het wel goed is om ook in zo'n podcast als deze er in ieder geval wel even bij stil te staan. Om te kijken hoe dat dan werkt. Of hoe het dan het verschil is tussen Suriname en Nederland. Ja. Sowieso is alles hier veel groter, gigantischer en extremer. Ja. Maar dat is ook een ander budget. Ja. En ik denk dat het daaraan ligt. Ja. Want als ik en persoonlijk, als we het budget hadden, een ongelimiteerd budget, was het te evenaren. Was het evenaren? Wel met minder mensen, maar nog, ja. Maar ik moet nog steeds niet ontevreden zijn. Dat moet ik ook meteen zeggen. Dus alle mensen die gesponsord hebben de afgelopen jaren. Dat ze dat goed hebben gedaan. Ja. En dat ze hopen dat ze het van het jaar weer doen. We hebben een informatieve week gehad. Ik
ben je van het alleen aan denken focussen aan vorig jaar. Hoor. Ja. Daar ben ik graag het begin mee geweest. Het is heel informatief, we proberen de awareness te creëren. We hebben heel veel educatieve momenten, niet alleen feesten en weesten. Want daar gaat het niet alleen om. Nee. Want ja, we willen het eigenlijk heel anders doen. Dus de hele maand, maar de eerste maand willen we echt alleen educatief doen. En de laatste week gaan we helemaal los. Opbouwen dus, na het feestje. Ja, precies. Ja. Dus dat willen we eigenlijk doen. En vorig jaar hebben we een heel groot feest gegeven. Het wordt eigenlijk in onze palmentuin. Als je Suriname bent, weet je wat dat is. Maar je kan het vergelijken met een park noemen van palmen. Okay. Een deel daarvan mag we gebruiken om ons feest te houden. Maar aan de overkant hebben we nog zo'n barcafé ding waar alle Nederlanders hangen. Ja. En meestal zijn we precies tegenover elkaar. Dus dan maken we twee stages. Ja. En de ene kant is meer echt Surinaams cultureel muziek. En de andere kant is een beetje Europese techno en popmuziek. Okay. En dan proberen we eigenlijk zo te combineren. Zodat we eigenlijk iedereen ook een beetje tegemoet komen. Dus vind je het niet leuk, ga naar die kant. Nog steeds is het niet zo groot. Het wordt niet zoals de Dam. Nee. Zou ik wel wensen. Maar laten we dat een beetje hetzelfde idee doen. Dat het op de Dam en de Beursplein een feestje is van What's Your Crowd. Maar ik denk dat beide nog steeds niet één crowd is. En waar ga jij dan hangen? Ik ben heel vaak aan de overkant bij de techno. Bij de techno, ja? Ja. En de house music. Ja, dat lijkt meer op metal. Ja, precies. Dan de cultureel. Is dat? Ja, oké, tof. Ik ben even denken, wat zullen we nu nog aansnijden? Sorry? Zeg, wat zullen we nu nog bespreken? Aansnijden. We hebben een uur en 10 minuten erop zitten. We kunnen ook eindelijk gewoon een keer die donut gaan eten, die al gewoon een uur en 10 minuten ligt. Ja. En het gewoon call it a day. Wauw, mijn donut kijkt sad nu. Oh. Ik heb toch gewoon eentje heel mooi met glittertjes. Ik wel met glittertjes. Ja, verschrikkelijk. Ik heb niks te denken. Ik ben even denken. Nee, volgens mij hadden we die topics opgeschreven die we zouden bespreken. Nee, ik heb geen topics. Ja, topics dus. Ja, dat zei ik toch? Oh, oké. Dus ik ben... Ja, toch? Ja, laten we gewoon afsluiten. Anders gaan we gewoon weer een beetje de... Als jullie nog vragen hebben, gooi het maar online. Beantwoorden eens wel. Ja, in die Instagram stories. Daar kan hij het prima op beantwoorden. Oh ja, inderdaad. Ja. Had je vragen gehad? Nee, natuurlijk niet. Ja. Want niemand weet wie kleding is. Nu wel. Nu wel. Dus moet je het nog een keer proberen. God, man, ja, wanneer kom je weer terug naar Nederland? Hoogwaarschijnlijk volgend jaar. Volgend jaar. En dan, wanneer ga je blijven? Hoogwaarschijnlijk volgend jaar. Ja, echt handel. Oh, dat is wel heel tof. Dat spreek ik wel off the record nog. Nu on the record, ja, ik laat het er gewoon in zitten. Rond maar op. Volgend jaar wordt hij Nederlander. Ja. Heb je er een dubbel paspoort? Nee, toch? Nee, anders was ik al lang hier. Anders was ik al lang hier. Ja, ik heb ook maar één paspoort, hoor. Ik heb ook geen Sri Lanka. Dat weet niet hoe het werkt. Maar... Ah, oké. Okay. Maar, maar volgend jaar. Oké. Okay. En daarna begint Epica ongeveer te tour nemen gaan. Ja, ik ben van Epica verhuisd. Misschien moet je hun vragen om sponsoring. Oh, inderdaad. Ja. Ik ga maar een kopie aan sturen. Ja, nou, Mark, je weet wat eraan zit te komen. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik ga deze keer wel even nog proberen om even iets te pluggen. Buiten het feit dat je natuurlijk voor al die shows van mee een ticket kan gaan kopen. Dat moeten we natuurlijk nog even pluggen. Alle bedrijven in Suriname kunnen natuurlijk nog de Pride daar sponsoren. De Pride maand, mond, whatever. De Pride maand in oktober. Ja, in oktober. Dus je hebt nu nog tijd om in augustus en september om geld te sparen. Ja. Om dan uit te geven in oktober. En dan doen ze van alles voor je. Ook in Nederland mag natuurlijk, met Suriname. Dat is nog beter. Ja, overal. Iedereen mag in Suriname sponsoren. Dat rekenen ze met de BTW wel goed. Dat komt wel goed. mij kun je ook sponsoren door Patreon te worden. Op patreon.com/mcshark. In de show notes zet ik dan nog even de link voor. Want ik ben nog weer een stap verder gekomen met Shark Sessions Live. Die als het mee zit, volgende maand beginnen. Ik hoop echt dat het gaat lukken. Want het staat nu al een record, dus nu moet het ook gewoon fucking gebeuren. Ook. maar we willen bandjes gaan neerzetten. Om een sessie mee op te nemen 's middags. Even twee nummers voor YouTube en voor Facebook maken. Daarna een podcast opnemen als een soort biografie. En daarna een showcase die gratis toegankelijk is voor iedereen. Dus wil je toffe bands gaan ontdekken, dan kan het daar gewoon bij Shark Sessions Live. Maar we willen wel die bands betalen. Dat is wel zo netjes. Vaak heb je toch optredens waar bands niet betaald krijgen. Wat ik gewoon heel erg jammer vind. Maar iedere keer uit eigen beurs blijven betalen gaat gewoon op lange termijn niet werken. Dus ga naar patreon.com/mcshark en ga gewoon het hele project wat ik nu heb opgezet steunen. Kan al met een euro, kan met €2, kan met meer, net wat je zelf wilt. Ik heb volgens mij ongelimiteerd ingesteld, dus dat komt helemaal goed.
Kan ik ook zo'n grote check brengen, zo die? Ja, Gaston, jij hebt een kaal hoofd, jij kan dat. Je kunt dat gewoon hebben, moet je heel flamboyant zo binnenkomen, ben helemaal blij. Met een grote check, nee. Maar iedere kleine beetje helpen. En eigenlijk hoe meer mensen met een klein beetje helpen, hoe makkelijker het wordt om het te herhalen op lange termijn. Dus dan wordt naast podcast Shark Talk, live in Limburg, krijgen we daar nog de Shark Sessions live. En dan hebben we de fotografie nog. En alle andere dingen die ik doe. Dus als je me daar wilt steunen, heel graag, zou tof zijn. Alle informatie waar we het over hebben gehad, of zover als, gaan we in de show notes plaatsen. Dus die staan hier gewoon onder. Laat ook vooral een comment achter en laat een rating achter in je favoriete podcast app. Dan worden we in ieder geval beter gevonden. Het zijn er nu 10. Ik kan echt nog wel een hoop meer gebruiken. Ik weet dat er meer mensen luisteren, dus help me daar alsjeblieft bij. Hey, thanks voor het luisteren. Jij bedankt voor het komen helemaal naar freaking Amsterdam voor deze podcast. Ja. En voor alle andere dingen natuurlijk die je hier deze weken nog hebt gedaan. Ja. Maar weer tof in ieder geval je te zien. Oké. Okay. En we gaan gewoon een freaking eindelijk die donut opeten. Ja. Hey, ciao. Lekker. Doeg.